Hermanos y hermanas van Team Yaniku, supergoed dat jullie kijken en welkom bij deze bijzondere video, jongens. Ik heb heel goed nieuws. Zoals jullie aan de titel hebben kunnen zien, ben ik voor de eerste keer, of in ieder geval voor de beste keer tot nu toe, in al mijn jaren FIFA gestart in de Weekend League. Het is niet normaal. Ik kan jullie zeggen, ik heb maar één keer verloren uit 16 wedstrijden. Dat betekent dat we 15 om 1 gaan. Iets wat voor mij echt bizar is. Waarschijnlijk vinden jullie dat ook best wel ziek. En ik kan zelf zeggen, ik heb die scores bijgehouden. Ik zal ze er anders even bij pakken ook. Ik begon zelfs met heel veel racequits. Kijk, op het begin heel veel 3-0, 4-0, 5-0 racequits. Hup, noem maar op. En op een gegeven moment zie je wel dat het steeds moeilijker wordt natuurlijk. Want je gaat steeds een rang omhoog. En wat ik dus eigenlijk wilde vertellen is dat het verlies die ik had, zie ik nu dus staan. 2-3 had ik verloren. En ik kan nog herinneren, ik kreeg 2 penalties tegen. Echt, het was een bizarre wedstrijd. Ik had zelfs nog een vriend op de shareplay ook die dat kan bevestigen. In ieder geval, kijk, het maakt niet uit. We gaan het natuurlijk niet moeilijk doen over die ene wedstrijd. Maar het is wel jammer als je dan toch zo goed gaat dat je niet gewoon die 15-0 houdt. Maakt niet uit. Waar het vandaag over gaat is het volgende. Zoals jullie aan de thumbnail hebben kunnen zien, heb ik die super, super zieke Player of the Month Premier League Aubameyang vrijgespeeld. Ik ga jullie dus vandaag laten zien hoe ik dat gedaan heb. Welke teams ik heb ingeleverd om hem dus vrij te spelen. Plus de rewards die je daarvan krijgt op het moment dat je dat inlevert. Super toffe dingen gepakt. Daarnaast heb ik nog een andere top speler gepakt. Was het gisteren of zo? Ja, gisteren was het volgens mij. Die ga ik ergens midden in deze video gewoon random erin gooien. Kijken of je hem tegenkomt. Ben ik benieuwd naar. En dan daarnaast ga ik gewoon 3, 4, 5 wedstrijden van de Weekend League laten zien vanaf nu. Van 15-1 naar, ja, ik weet het niet, dat moet nog gaan gebeuren. Ik neem dit nu op en ik moet die wedstrijden dus nog gaan spelen. In ieder geval, ik denk een hele super toffe video, een hele goede vibe. Ik hoop dat jullie trots zijn op Team Yaniku. Vorige week natuurlijk goud 1. Ja, ik hoop dat dit wel gewoon een elite wordt. Ik ga natuurlijk niet dingen zeggen als elite 2 of elite 1 of noem maar op. Dat niet, maar het gaat wel heel goed. Als ik dit kan volhouden, dan gaat het echt de goede kant op. Dat gaan jullie vandaag zien. Aubameyang, nog een andere random pack. Packs van Aubameyang en dus Weekend League gameplay voor de eerste keer op mijn kanaal. Dit jaar. En ik vind het super tof dat jij erbij bent. Gooi sowieso je duimpje omhoog. Laten we gaan voor 300 vandaag. Abonneer op dit kanaal om niks te missen. Volgende week natuurlijk de rewards van deze video's. Heel veel andere video's nog. En laten we gewoon gaan beginnen. Player of the Month. Premier League. Aubameyang. Dit zijn de SBC's. En daarna de packs. Goed, hermanos y hermanas van Team Yaniku. Wat een intro. Ik moet je eerlijk zeggen, ik sta er zelf ook van versteld. Nee, maar oprecht, je voelt gewoon die positieve vibes. In ieder geval, dit was het eerste team dat wij moesten inleveren. Vereiste challenge, Premier League spelers minimaal 1. Een algemene beoordeling van 87. En een teamgeest van minimaal 50. En een aantal spelers in de selectie natuurlijk 11. En zoals je kan zien zijn dit dus de spelers die ik daarvoor inlever. Cavani, Silva, Arthur, Hamsik, noem maar op, Oblak. Dat ga je nu zien gebeuren. Een kleine tip voor de mensen thuis. Als er dus een SBC uitkomt waar jij in geïnteresseerd bent, die je leuk vindt. Ga dan naar FUTBIN en op FUTBIN.com, het is geen advertentie verder hoor. Kun je dus gewoon voorbeeld squads zoeken. En dat is heel simpel, dan moet je dus letterlijk gewoon die spelers kopen. En daarna voeg je ze in het team toe. En ja, zo word je eigenlijk vanzelf wel een SBC koning. Wat natuurlijk wel zo was in deze, dat hebben jullie waarschijnlijk nu ook in je hoofd. Het was een hele dure SBC eigenlijk. Want die normale Aubameyang kost volgens mij op dit moment 350k. Zelf al dus. En die Premier League SBC, als je hem dus hebt, kostte denk ik 500k totaal. Ik denk dat ik 500.000 totaal heb uitgegeven daaraan. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, weet je wat het is? Op het moment dat jij die speler koopt, is hij niet meer verhandelbaar. Dus dan zit hij in je club. Dus eigenlijk, wat gebeurt er? Je zet eigenlijk 500k vast. Tuurlijk is dat duur, maar wat natuurlijk dan de maar is, ook van EA, is dat je er natuurlijk rewards voor terugkrijgt. Dat is natuurlijk een klein gokje, je weet helemaal niet wat je dus uit die rewards gaat krijgen, 4 packs. Maar goed, we gaan het zo direct zien hoe dat uiteindelijk uitpakt. In ieder geval de keuze voor mij om hem dus wel te doen, is ten eerste omdat ik weet dat het gewoon een toffe video wordt. Maar daarnaast, vorig jaar, was het volgens mij Lucas van Tottenham Hotspur die ook een Premier League SBC kaart kreeg. En die was zo overpowered. Zo superziek, ik weet het nog precies. Ondanks dat het ook een klein verschil was met zijn normale kaart. Waardoor ik dacht van, weet je wat, ik heb Aubameyang nu ook al in mijn spits staan. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. En ik kan jullie alvast vertellen, een klein geheimtje verklappen. Het pakt bizar goed uit. Het is natuurlijk ook de titel van de video. Door Aubameyang, een van de beste start in de Weekend League. Maar dat gaan jullie zo direct allemaal zien. In ieder geval was we nu bij het derde team. Zoals jullie weer kunnen zien, algemene beoordeling minimaal 85, teamgeest minimaal 70 en aantal spelers in de selectie 11 om precies te zijn. Dat zijn vaak spelers als Pizzi, zie je heel vaak, Pereira, Moutinho. Dat zijn spelers met een 84 rating, 83 rating. Dat zie je gewoon veel terugkomen.
Wat grappig is, is dat al die spelers wat duurder worden op het moment dat dat soort SBC's uitkomen. En ja, als je dat voor jezelf wilt doen, doe dat dus zeker via FUTBIN. Alleen pas wel op, dan heb ik één kleine waarschuwing, dat je niet te veel geld gaat uitgeven. Want het kan dus zijn dat er op FUTBIN staat, ja, hij kost 380k, ik zeg maar wat. En als je dan al die spelers gaat halen, stuk voor stuk, los, dan ga je gewoon meer betalen. Omdat die spelers blijven maar updaten. En op een gegeven moment moet je dus oppassen dat je niet te hoog gaat zitten met je investeringen. Voor de rest, zeker doen. En doe het vooral als het gaat om een speler waar jij gewoon denkt van, ja, weet je wat, die past gewoon in mijn team. Daar geloof ik sowieso in. Ga altijd voor spelers die jij gewoon leuk vindt. En niet per se om het andere zeggen dat je ze wel of niet moet nemen. Goed, we zijn alweer aangekomen bij de laatste. Dat betekent dat we ons ook bijna kunnen opmaken voor de pakketten die er meteen achteraan komen. En ik weet natuurlijk op dit moment al wat ik gepakt heb. Dus blijf sowieso kijken, dat kan ik sowieso zeggen. En daarna gaan we dus gewoon spelen met die Aubameyang in de Weekend League. En dat heb ik op dit moment nog niet meegemaakt. Die potten moet ik dus echt nog gaan spelen. Zoals ik net al in de intro zei. Maar goed, wat nu belangrijk is. Het team komt bijna af, jullie zien het. Team Geest 55 is al daar. En dan hoeven we alleen nog Dusan Tadic in te leveren. De CAM van Ajax. En daarmee krijgen we een zeldzaam megapakket. En zoals jullie kunnen zien, spelen wij nu dus gewoon de eerste Premier League Player of the Month in dit kanaal vrij. Pierre-Emerick Aubameyang. En daar is hij, jongens. 95 snelheid, 87 schot, 78 passing. En dit ging net iets te snel. Maar de pack komt er nu aan. Dat is natuurlijk ook nog zo. Het is een soort kleine pack-opening of zo als je hem dus vrij speelt. En daar heb je, jongens, in het Barcelona shirtje, in het geblokte Barcelona shirt, een mooie golfbeweging waar ik was gebleven. 87 schot, 78 passing, 81 dribbling, 38 verdedigen, 70 fysiek. En dus de packs, jongens. Premium Jumbo Goud spelerspakket. Daar beginnen we mee. Ik ben benieuwd. Even kijken. Is het wat? De lijnen gaan langzaam. Het is geen Inform. Kun je natuurlijk zien aan de belletjes. Het is wel een Nederlander. Kijken wat dat betekent. De CA, dan is het natuurlijk Memphis Depay. Volgens mij heb ik hem verkocht voor 8k uit mijn hoofd. Was aan het begin van FIFA ietsjes duurder. En nu is het tijd voor het zeldzame goudpakket. En hier moet je dus, ja, weet je, alles is goed meegenomen. Want je hebt dus net dat geld uitgegeven voor die SBC. En alles wat je hier krijgt is gewoon goed meegenomen, want dat maak je eigenlijk dus weer terug. En wetende dus dat je 500k eraan uitgeeft, is dat wel belangrijk. Hier, Poolse spits, Milik, oké. Okay. En dan het laatste pakketje, daar moet dan toch iets in gaan zitten om wat geld terug te verdienen. We hebben 500k uitgegeven. We hebben nu ongeveer 10-15k op dit moment uit deze drie pakketten teruggehaald. En nu moet het dus gaan gebeuren. Hermanos y Hermanas van Team Yaniku, wat gebeurt er? De flares gaan sloom. Het is geen walkout, maar dat zegt nog niks. Want het is een Braziliaanse vlag. En ik zelf voorspelde hem al op het moment, het was de CA. Het is Lucas van Tottenham Hotspur. En die is dus zeker 60-70k waard. En dat betekent dus dat we 100k terugverdiend hebben aan die 500. Dat laat ons over met 400. In ieder geval, de SBC is gedaan. En het is tijd om dus mijn team te laten zien. En te gaan beginnen aan die weekendlink met Aubameyang. Ik kan niet wachten. Hermanos y Hermanas van Team Yaniku. Gooi dat duimpje omhoog en let's go. Goed, Hermanos y Hermanas van Team Yaniku. Hou je goed vast, want het gaat heel heftig worden. Hier onze eerste wedstrijd dus in de Weekend League sinds die 15-1. We komen al op 1-0 achter, best wel vroeg in de wedstrijd. Dan 35e minuut, het is Pogba. En wie anders dan dus die speciale Premier League kaart. Aubameyang maakt de 1-1, super belangrijk. Deze wedstrijden speelde ik allemaal op zaterdagavond, gisteravond dus. Als je hem op woensdag kijkt, in de avond en ik begon met spelen dus. Het was 1-1 en ik merkte al aan alles dat die servers, jongens, heel Twitter stond vol. Die servers waren dramatisch, de gameplay was niet te doen. Maar hier in de 39e minuut is het Aubameyang. Die gewoon heel geduldig is en wacht totdat de keeper iets doet. Kleine tip voor thuis, als je die situatie kan doen, wacht eventjes, wacht die seconde en kijk waar de keeper heen gaat. In ieder geval een super belangrijke goal van de man die we vandaag hebben vrijgespeeld. Dan hier in de 45e minuut, plus 2, drukt de tegenstander op start en dan hoop je maar één ding in deze situatie van de Weekend League, dat hij er vandoor gaat en Gendos FC gaat er vandoor, jongens. Dan de bizarste wedstrijd van deze hele Weekend League. Op dit moment gaan we gauw 2 in. En jongens, wat jullie nu gaan zien, bereid je voor. Ik geloofde mijn ogen niet. Dit was onze tegenstander. Mbappé, Neymar, Messi en vooral dus R9 Ronaldo. Nogmaals, hou je vast. Ik geloofde mijn ogen niet. De hele game veranderde, jongens. De hele weekend was ik aan het domineren. Ik speelde geweldig. En dan nu kom je tegen zo'n tegenstander. Let op. Mijn keeper komt uit en hij grijpt gewoon naast die bal. Ik huil gewoon bijna als ik dit aan het commentariëren ben. We komen 1-0 achter, 19e minuut. Ik weet niet of jullie die vertraging zien. Maar alsjeblieft, let op. Een Akka. Hij komt nog bij hem neer. Dan kan hij hem kappen. Hij scoort er niet. En mijn verdediger geeft die bal gewoon gratis weg.
We komen 2-0 achter te staan in de 40ste minuut. Ik werd helemaal gek. Ondertussen had ik ook wat andere potten verloren. En dan hier zie je weer die Ronaldo die gewoon door mijn verdediger heen gaat. We verliezen 3-0, jongens. En ik doe dit niet vaak. Maar ik ben deze wedstrijd verlaten. Ik was er klaar mee. Ik werd helemaal gek. Ik nam een paar breaks. En waar komt het dan nu op neer, jongens? Jullie zitten te kijken naar de allerlaatste wedstrijd voor Elite. We hebben 22 wins. En we hebben nog maar één kans om die Elite te halen. Dus dit was alles of niks. Win je hem, hebben we Elite 3 gehaald. En hebben we dus het doel gehaald voor dit weekend. Verlies ik hem, is het gewoon niet gelukt. Ongelooflijk, we stonden 15-1. Maar we moeten nu gaan switchen naar de wedstrijd. Zoals jullie kunnen zien, maakt Hun Min Son 2 doelpunten binnen 18 minuten. Alle twee met het linkerbeen. 5-star natuurlijk, linkerbeen. En weer hier, eventjes gewacht op de keeper. Wat gaat hij doen? Goed, 23e minuut. Dan weer, Son geeft een geweldige steekbal op Ronaldinho da Assis Moreira. Gaucho! En hij maakt hem in de 24e minuut, jongens. Het lijkt erop dat deze wedstrijd binnen is. En dat we dus Elite gaan halen met Team Yaniku. En natuurlijk goede packs gaan openen. Daardoor super blij mee als dat gaat lukken. Maar jongens, FIFA zou geen FIFA zijn. We krijgen een penalty tegen in de 43e minuut. De tegenstander is de hele wedstrijd nergens, jongens. Echt. Nergens, maar dan de ommekeer. Hij scoort een doelpunt en wat betekent dat? Alles gaat in zijn voordeel vallen. Dan 47e minuut, 3-2. Stel je voor, je staat dus 3-0 voor. Je domineert de hele wedstrijd en je komt gewoon op 3-2. Maar dan 65e minuut, Pierre-Emerick Aubameyang. De grote man van vandaag, jullie zagen het al. Hij maakt de 4-2 en dit is dan wel belangrijk. Dan denk je dat je hem al gewonnen hebt, jongens. Maar ik ga het nog een keer zeggen. FIFA zou geen FIFA zijn. Als het niet gewoon één grote achtbaan is. Echt. Laat sowieso hieronder weten wat jij dit weekend allemaal hebt meegemaakt. En hoeveel jij hebt gehaald in de Weekend League. Want het was dit weekend een achtbaan. 70ste minuut. Ronaldinho haalt de achterlijn. Geeft hem voor. En Aubameyang nog scherper dan scherp. Paal erin. En we komen op een 5-2 te staan in de 70ste minuut. En mag je dan zeggen dat je Elite gehaald hebt? Natuurlijk mag je dat niet zeggen, jongens. Het gaat gewoon nog gekker worden. Het gaat gewoon nog gekker worden, echt. Ik geloofde mijn ogen niet, echt. De frustraties liepen zo hoog op in de PlayStation parties. 84ste minuut. Misschien maak ik een verdedigende fout, maar het is toch van de zotte dat het hier 5-3 wordt in de 85ste minuut. 90ste minuut. De tegenstander komt weer. Hij combineert wat los. En dan, ik kan gewoon niks doen. We komen op 5-4 te staan. Hermanos y Hermanas van Team Yaniku. Maar, ik heb heel goed nieuws. Ondanks alle chaos gingen we van 15-1 naar heel veel wedstrijden verloren. Mede door dit soort dingen. Maar wat nu echt belangrijk is, jongens, dat we voor de eerste keer dit jaar op Team Yaniku Elite 3 hebben gehaald. Ik ben er heel blij mee. Het is een stap naar voren. Vorige week goud 1, nu Elite 3. En jongens, ik kan niet wachten op het vervolg. In ieder geval ga ik jullie nu verrassen met een pack die ik tussendoor gepakt heb. Zoals ik jullie zei, die gaat nu komen. Een klein cadeautje voor jullie. Daar gaan we dan. Het is al te zien. Het is een walkout. Daar komt hij. Gele regen. We zien een Belgische vlag. CAM. Dan is er maar één optie. Het is Kevin de Bruyne. Ik heb hem verkocht voor 350k of zo. Super lekker. Tussendoor. Wat een weekend, jongens. Elite 3 en Kevin de Bruyne gepakt. Goed hermanos y hermanas van Team Yaniku. Het weekend zit erop. Ik ben super tevreden. Sowieso, het was één grote achtbaan. Zowel in de Weekend League als met die SBC van Aubameyang. Als met die Kevin de Bruyne pack. Ik ben in ieder geval super blij dat we van goud 1 vorige week naar Elite 3 zijn gegaan. Dat geeft ons weer ruimte voor verbetering. Dat is precies wat ik wilde doen. Volgende week gaan we natuurlijk voor Elite 2. We groeien steeds een stapje. Ik ben super benieuwd hoe jij de Weekend League gespeeld hebt. En wat je van deze video vond. Laat het sowieso hieronder weten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zou het heel erg waarderen als je zou willen abonneren. En dat belletje zou willen indrukken voor Team Yaniku. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je niks mist. Want er komt zoveel aan dit seizoen. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. Hermanos y hermanas van Team Yaniku. Nos vemos en el próximo video. Ciao.